Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken geregeld buien over ons land, maar tussen de buien door is ook ruimte voor de zon. De satellietfoto laat gaten in het wolkendek zien en dat zien we ook vanaf de grond. Af en toe zon dus in enkele buien en vanochtend temperaturen van 4 tot 8 graden. Daar komt nog wel wat bij vanmiddag en dan halen we maximumwaarden van zo'n 7 of 8 graden in het zuidoosten en tot een graad of 10 in het noordwesten van het land. Het weerbeeld blijft hetzelfde, de zon schijnt af en toe en er vallen enkele buien, er staat vooral bij zee een stevige wind. In de avond begint de wind langzaam iets af te nemen en zien we met name in de kustgebieden nog wel een enkele bui. Mogelijk dat er eens een keer wat hagel of een vlok natte sneeuw bij zit, want de lucht wordt kouder en dat merken we morgen ook. Een enkele bui, met name in het noorden van het land, maar later ook weer landinwaarts, 5 tot 7 graden slechts en een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De nacht naar dinsdag is een koude. Dinsdag overdag wordt het een graad of 5. Er kan een winterse bui vallen en laat op de dag begint de bewolking vanuit het zuidwesten toe te nemen. Woensdag dan nog een klein beetje natte sneeuw, misschien verder regen en temperaturen van een graad of 6. De koude lucht wordt verdreven, want donderdag is het 8 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl